datgene wat men beloofd heeft, 50 miljard ontwikkelingssamenwerking. Daar hebben we nog heel weinig van gezien. Daar moet 25 miljard naar Afrika. Ik hoop dat men vandaag zich daarop vastlegt. Integendeel, dat is de basis van ontwikkeling. Of we precies op hetzelfde percentage uitkomen, weet ik niet, maar dan is het heel weinig minder. Zien we Wall Street achter ons. Dat is het deel van Manhattan waar die grote graaicultuur is. Waar mensen producten hebben bedacht die niemand meer begreep. En waar de bonussen die aan de top werden uitgedeeld meer waren dan de totale ontwikkelingssamenwerking van de hele wereld aan de armste landen. Dat is het onrecht waar we het eigenlijk over hebben. Een financieel systeem dat als een soort casino over de wereld heen gegaan is, waar niemand verantwoordelijkheid heeft genomen. Al die landen die het juist wat beter gingen doen, nu eigenlijk heel veel in de min gaan staan. En ja, dat is de tragiek van die financieel-economische crisis. Met verstandelijke beperkingen. Het zou bij mij achter in de rij staan om op te gaan bezuinigen. Dus het is echt niet bezuinigen? Nee. Wel beter uitgegeven, maar het idee van het ontwikkelingssamenwerking prima. Ja. Okay, ja. Ja, het is ongeveer hetzelfde. Ik kies geen argument om te gaan bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dus ik bedoel dat het uiteindelijk met ons ietsje minder gaat. Ik kan niet alleen op ontwikkelingssamenwerking gaan bezuinigen. Maar ik heb wel veel vraagtekens bij heel veel geld wat wij aan ontwikkelingssamenwerking uitgeven. Dus dat je dat wel op een slimmere manier zou kunnen doen. Oké, okay. En wat doe je daar precies mee? Ja, ik heb het idee dat we vaak gewoon het geld aan regeringen geven in landen waar het geld niet echt heel erg goed terecht komt. En dat je daar dus veel beter mee zou moeten controleren of een minder manier van geld geven of meer op een andere manier. Ik vind niet dat je daarop moet bezuinigen. Ik denk dat er genoeg andere dingen zijn waarop bezuinigd kan worden. Maar ik kan me wel voorstellen dat het zou gebeuren. Want waar moet je anders het geld vandaan halen? Maar ja, ik vind dat het niet moet kunnen. Nou, ik heb er weinig zicht op wat ze precies met dat geld doen. Ik vind het goed dat ze er geld aan uitgeven. Maar ze moeten wel goed in de gaten houden waar het naartoe gaat, denk ik. En duidelijk plan hebben wat ze ermee doen. Oké. Want het is inderdaad veel geld. Ja, eigenlijk niet echt bezuinigen, want problemen blijven er altijd bestaan. Maar ik vind dat Nederland wel koploper is op het geven van geld aan andere landen. Ik vind dat andere landen best wel ook hun handen samen kunnen spannen en meer geld geven. Dus ik vind dat Nederland eigenlijk iets te veel doet. Ik denk dat de mensen hier iets eerder moeten geholpen worden. Omdat we leven nu in een moeilijke tijd. Dus. Je zegt het zelf, economische crisis. Met name Arts zonder Grenzen. En ik heb ook een paar van die, ik weet alleen precies hoe het heet, met die tentjes in Afrika. Die huisjes. Ik heb mooie blauwe en roze huisjes. Komt heel goed terecht. Ja,
haar tante toevallig, die heeft een eigen project in Kenia. En daar sponsoren wij een jongetje. Kinderen. Ja, elke maand 20 euro. Okay. En niet op het gebied van ontwikkelings? Nee, niet. Dus ik ben niet echt lid of zo, maar ik geef wel, af en toe doneer ik wel iets. Okay. Zoals bijvoorbeeld als mensen in Palestina en zo. Oké, dus je doet het iets. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze ook andere dingen mee doen, zoals wapens kopen en zo. Dat is een rare gekke gek. Ja. Ja, wat is eerlijk in deze wereld? Ja. Zelfs de kleren die je koopt. Maar de vraag of het ook eerlijk is. Ja. Dat er geen kinderen opgezet zijn die heel jong zijn of zo. Dus, ja. Dat is eerlijk. Maar ik hoop het wel. Eyes as they say.